Van harte welkom bij een nieuwe video op CVD-TV. Als je luistert, ook van harte welkom. Met Gijs Huisman van G2O praat ik in diverse video's al hier op CVD-TV over alle aspecten van branding, oftewel je merk. Hoe bouw je een merk? Hoe ga je om met een huisstijl? Wat zijn misvattingen over branding? En in deze video, een speciale video, want ik ben ook bij Gijs op bezoek geweest, want ik ga in deze video praten over het belang van je kantooromgeving en de inrichting daarvan. En wat dat verband houdt met je merkbeleving. Gijs, van harte welkom. Hoe belangrijk is het, zeg maar, een kantooromgeving eigenlijk nog, hè, in de huidige tijd, waarbij we, zeg maar, grote delen van onze tijd achter het scherm zitten? Nou, ik denk bijna haast nog belangrijker, doordat de functie is wellicht iets veranderd, zeg maar. Mensen werken wellicht bij een hoop bedrijven thuis of deels thuis. Ja. Bij ons is het meer een hybride vorm geworden. Maar als ze dan die dagen op kantoor zijn, dan moet het kantoor ook wel echt een andere omgeving zijn, maar ook echt een prettige omgeving die ook mensen inspireert en motiveert. Jij bent net verhuisd, hè, met je kantoor? Ja, we zijn net verhuisd. We zijn nog maar een paar weken gevestigd in Veenendaal nu. Ik zei het al tegen de mensen die kijken. En ja, ik moet mijn excuus een beetje aanbieden aan de podcastluisteraars. Want ja, ik verwijs jullie toch even naar het YouTube-kanaal van CVD-TV voor deze video. Want hier valt echt wat te zien wat je niet kan luisteren in de podcast. Want ik ben op bezoek geweest bij Gijs, bij G2O. En de verrassing die begon al bij binnenkomst. We gaan even kijken. Wat gebeurt er allemaal als ik hier als bezoeker, als medewerker of als klant naar binnen kom? Ik denk dat je heel veel prikkels krijgt, maar ook een verrassend effect. Want je gaat naar een bureau en je verwacht wel misschien iets creativiteit. Alleen, we proberen de mensen echt te verrassen, zeg maar. Dus in elk hoekje een gaatje, ja, of je ruikt dingen, of je hoort dingetjes. Er gebeurt gewoon iets met je. Ja, want wij kwamen binnen en toen hoorde ik meteen, ik denk, wat hoor ik nou? En ik hoorde vogeltjes fluiten. Ja, inderdaad. Je komt binnen en dan is het al een leuke verrassingsmomentje. Want dan hebben we een soort portaaltje waar je aan moet bellen. En dan sta je even te wachten, maar dan hoor je meteen al geluidjes. Dus dan zie je vaak al mensen een beetje zoeken waar dat vandaan komt. Nou, en dan komt er iemand aan die opent de deur. Maar ja, en dan kom je binnen en dan kom je ook echt binnen. En ik ruik een lekker luchtje. Zit dat, zeg maar, gaat dat hier door het ventilatiesysteem of hoe zit dat? Nee, dat is in die zin ouderwets, want ik spray gewoon voordat mensen komen. Maar geur doet ook heel veel en ik ben zelf gek van geurtjes. En zelf heb ik daar een bepaald gevoel bij, zeg maar. En ik vind het belangrijk dat die ervaring ook echt compleet is. Maar dat je niet alleen over de sfeer nadenkt die je ziet, maar ook dat je iets ruikt, dat je iets hoort. En al die elementen bij elkaar, die geven jou als bezoeker een bepaalde prikkel, maar ook een bepaald effect, zeg maar. De zintuigen spreken. Ja, de zintuigen worden geprikkeld letterlijk. En wat doet geur dan? Geur, dat brengt je in een bepaalde mindset. Soms hebben mensen een bepaald gevoel bij een geur of bepaalde herinneringen aan een geur. En sowieso is het een verrassend effect, want de meeste kantoren die ruiken gewoon als kantoor. En bij ons ruikt het gewoon lekker. Gijs, wat is lekker? Dat is misschien aan de ene kant persoonlijk, maar sowieso doet het wat met mensen als ze binnenkomen. Iedereen valt het op dat dat er meer gebeurt en niet alleen in geluid, maar ook in geur. Ja. En we hebben gewoon een lekkere geur, vind ik zelf. Het is een beetje een mix van natuurlijke geur. Ik heb ook een hoop planten in het interieur. En je ruikt een beetje een bosgeurtje bij ons. En ja. Ik denk dat dat ontspannend werkt. Hey, en je doet dat is, zeg maar, een soort persoonlijke hobby ook van je. Hè? Ik bedoel, je doet dat zelf. Het is geen automatisch systeem. Nee, het is geen automatisch systeem. Ik spray gewoon letterlijk handmatig. Dus in dat opzicht is het knijter ouderwets. Ja. Maar ik ben gewoon gek van geurtjes. Geurtjes doet gewoon echt veel met een brein. Ja, we zagen net in het filmpje dat bij binnenkomst een soort vogelserre waar je in komt. Zeg maar even voor de mensen die denken, hey, dat is interessant. Dat vind ik wel een goed concept. Hoe heb je dat gedaan? Even praktisch. Nou, dat zijn gewoon van die hele kleine soundboxjes. En daar zit een sensortje in. En als je daar langs loopt, dan gaat er een vogelgeluidje af. Ja. Maar het gaat ook vooral om het verrassende en prikkelende effect. Er gebeuren dingen met je als je binnenkomt en je hoort uit een hoek een geluidje komen, je ruikt wat. Je bent echt aan het ontdekken als je binnenkomt. Ja, klopt. Dat was precies de ervaring die ik had toen we binnenkwamen. Even voor de kijkers die denken van leuk, Gijs Huisman, G2O. Wat doet G2O? Wij zijn een brandbuilding bureau, dus wat wij kort samengevat doen, wij helpen organisaties te kijken naar wie zijn ze nu echt. Hoe kun je die identiteit dusdanig ventileren, zodat het medewerkers inspireert en klanten ook aantrekt. Dus hoe ga je aan de buitenwereld vertellen wie je diep van binnen bent? En met wat voor mensen doe je dat? Wat voor disciplines heb je dan?
Dat zijn brand consultants. Die kijken vooral naar het stuk. Dat is een mix van psychologie, marketing en communicatie. Een soort schapen met vijf poten. Die weten van een aantal vakgebieden best wel wat af. En daarnaast, zeg maar, als we dat opgediept hebben en we weten wie die klant is, dan ontwikkelen we een merkstrategie. En daarna moet het visueel vertaald worden. Dus je hebt ook gewoon een hoop creatieve mensen in dienst die juist die vertaalslag maken van oké, mooi als die hele analyse is geweest en een goede merkstrategie eraan ten grondslag ligt. Hoe ga je dat dan visueel creëren? Nou, en dat zijn weer vormgevers in verschillende disciplines. Maar het begint dus uiteindelijk altijd met een soort psychologische zoektocht naar de identiteit van een merk. Ja, we houden de klant, zeg maar, onze bedrijven die we als klant hebben, die houden een soort spiegel voor. En dan kijken we nou welke eigenschappen van hun identiteit zijn uniek. En hoe kun je dat vertalen naar voordelen voor hun klanten weer? Ik vroeg je wat voor mensen er werken, want je betrekt ook, zeg maar, de rollen van mensen in het dat verbind je met hoe je je kantoor hebt ingericht. En ook daar vertel je iets over in het volgende filmpje. We gaan even kijken. Je vraagt welke functies ze nodig hebben of wat ze missen. Nou, in de ruimte waar we hier staan was een wens van een aantal mensen dat we bijvoorbeeld een sta-werkplek zouden hebben. Een soort bartafel waar je aan kan werken, kan zitten. Dus zo'n wens probeer je dan in te willigen, dat je rekening houdt met de mensen. Daar geef je dan invulling aan. En je kijkt naar van hoe worden de ruimtes gebruikt, wat is gewoon functioneel in het gebruik. Wat mij opvalt als ik hier rondloop, ik krijg een associatie met een huiselijke, soms misschien bijna hotelachtig, maar dan heel warm. Is dat een bewuste keuze? Ja, want het is belangrijk dat wij zeggen altijd dat mensen hier zichzelf kunnen zijn. En dat mag ook en dat is belangrijk. Want als je jezelf kan zijn, dan ben je ontspannen. Maar dan kom je tot de beste ideeën en uiteindelijk tot de beste resultaten. Maar een sfeer en een atmosfeer in een ambiance, in een ruimte, draagt daaraan bij. Dus als die ruimte uitnodigt om jezelf te zijn en je voelt het als een soort warme deken om je heen, dan ben ik ervan overtuigd dat dat heel veel doet met het welzijn van mensen die hier dagelijks zijn. En toch kan ik me voorstellen, Gijs, dat zoveel mensen zoveel smaken. Zijn er ook collega's die zoiets hebben van, ja, weet je, doe mij gewoon lekker zakelijk, gewoon een houten bureautje en een systeemwandje TL'tje erboven en daar ben ik het gelukkigst? Ja, maar die ruimte hebben we ook. Hè. We hebben de studio en daar zijn de mensen aan het werk. Echt het bureau, maar daar willen ze juist helder daglicht. Dus die ruimte die is ook zeg maar in die zin minder sfeervol, maar wel heel functioneel. Als je met kleuren werkt en kleuren moet uitzoeken, dan is het ook van belang dat je geen gelig licht hebt. Dus die ruimte hebben we ook. En niet voor iedereen zal het gelden dat ze dit geweldig vinden, inderdaad. Maar dat is dan pech? Ja, dat is pech. Maar nu moet ik wel zeggen, bij ons vinden ze het wel geweldig. Maar ik kan me voorstellen dat bepaalde mensen zeggen, nou, het ziet er fraai uit, maar het zou voor mij niet zo op deze manier hoeven. Wat doet het met de productiviteit? Want, again, ik loop hier rond. Prachtig, huiselijk. Ik heb zin om in die bank te gaan zitten, koffie te drinken. Wat doet het met de productiviteit van je mensen? Nou, daar sturen wij in die zin niet actief op. Maar ik vind het belangrijk dat mensen zeg maar ontspannen zijn. En dan kun je afvragen, hoeveel doet het als ze even hier rondhangen? Is dat dan erg? Nee, dat denk ik niet. Want als ze relaxed zijn, dan zijn ze sneller in een flow en dan komen er betere ideeën los. En uiteindelijk krijg je dan qua productiviteit heel veel productiviteit. En mensen hebben ook hun eigen verantwoording en die nemen ze ook. Je bent een bureau. Dus zeer klantgefocust, zoals een bureau hoort te zijn natuurlijk. Hoe heb je die klant, hoe heb je nagedacht over, zeg maar, eigenlijk een beetje een commerciële vraag. Hè? Want uiteindelijk ben je een commercieel bureau, dus dit moet ook bijdragen aan jouw commerciële succes. Hoe heb je dat vormgegeven, zeg maar, die rol van die klant in dit kantoor? Nou, sowieso vind ik belangrijk dat de klant ervaart dat we creativiteit bezitten. Nou, is dat niet zo moeilijk te laten voelen. Maar dat we meer dan alleen creativiteit hebben. We denken ook na. En echt, we zagen bedrijven door als het daarover gaat. Maar dat ervaar je ook als je hier bent. Doordat je zoveel verschillende prikkels krijgt. Maar over bijna elk detail is al echt nagedacht. En dat doen we niet alleen over onze inrichting. Maar ook als we voor een klant aan het werk gaan. We gaan niet zomaar een creatief plaatje en een sausje creëren. Dan willen we eerst de diepte in met die klant. Om dat bedrijf en onze klant echt te doorgronden. Nou, en dat gevoel proberen we over te brengen en we zijn ervan overtuigd dat onze inrichting daaraan bijdraagt. En als je een pitch doet dan en je wil mooi werk laten zien, dan gaat de potentiële klant die wordt verwelkomd in de bioscoop.
Ja, inderdaad. Maar daar geven we ook presentaties. En ik vind het juist fijn als een klant hier komt. Omdat een interieur en een ontvangst en een ambiance, dat zegt ook heel veel over wie wij zijn. Dus als ze dat ervaren, dan hoop ik dat dat een positieve bijdrage heeft. Ja, en we zijn weer terug in de studio hier van 7DTV. Want die klanten, hoe reageren die? Positief? Ja, iedereen reageert wel positief. Ik weet natuurlijk niet of het van ieders smaak is, maar ze zijn wel echt verrast. En de meeste bedrijven die zijn zelf wat minder creatief, tenminste niet in visuele identiteit om dat te creëren. Dus ze zoeken vaak ook creativiteit, maar ook zijn wij niet een bureau die alleen creativiteit heeft, maar ook juist inhoud. En met die inhoud bedoel ik juist dat we diepgaand kunnen kijken naar wie die klanten zijn. En dat zie je in ons interieur eigenlijk ook terug. Het is niet zomaar een oppervlakkig kleurtje ergens. Nee. Er gebeurt heel veel, maar toch is het een harmonieus geheel. Ja. Er straalt toch een bepaalde rust uit. En bedrijven weten dat niet altijd te benoemen, dat ze daarom voor ons kiezen. Maar soms ook weer wel. Soms zeggen ze echt letterlijk, hoe dat kantoor eruit zag en je hele verhaal. En als we dan alle vinkjes en de plusjes zetten bij jullie en eventueel andere partijen in de markt, dan is dat toch, kan het een doorslaggevende reden zijn dat ze toch voor ons kiezen. Ja, dus ja, precies. Het is nooit de reden waarom klanten met jullie gaan werken, maar het is een van de boxes die ze af kunnen vinken. Zeg. Ja, zeker. En ze ervaren het toch gewoon ook, dus niet alleen wat je tegen hun zegt wat ze moeten doen en dat hun communicatie, maar dat heel ver gaat. Hè? Dus het is niet alleen communicatie, maar ook zelfs een kantoorinrichting. Dan zien ze dat je dat niet alleen adviseert, maar dat je dat zelf ook doet. Practice what you preach. Yes. Kan het ook tegen je werken dat er klanten binnenkomen en denken, yo, gasten, dat is mijn smaak niet? Ja, dat kan. Denk ik niet zozeer de smaak, maar stel voor dat ze het over de top vinden of te overdreven. Nou ja, dan zijn dat wellicht niet je klanten die bij je passen. Zo klopt het plaatje. Ja, dan klopt het ook weer, want je wil juist klanten waar je bij past. Hoe heeft Gijs nagedacht over de inrichting van zijn kantoor in relatie tot de functies van de verschillende ruimtes? We gaan even kijken. Bij aanvang denk je een beetje na over het gebruik van de ruimtes, maar ook over de functies. Dus je maakt een soort vlekkenplan, en hoe denk je van hoe kunnen de ruimtes optimaal gebruikt gaan worden? En dan ga je van lieverlee dat plaatje verder inkleuren. Dus in dat opzicht denken we altijd na over een inrichting en een indeling van een pand. En noem eens wat verschillende ruimtes die heel duidelijk zo'n functie vertegenwoordigen. Nou, als je binnenkomt in de hal, in de centrale hal, daar heb je eigenlijk de verkeersruimte, maar daar heb je ook de verschillende spreekruimtes zitten. De toiletten zijn daar bijvoorbeeld gesitueerd, maar ook een mooie spreekkamer. Stel voor dat je een vertegenwoordiger kort op bezoek wil hebben en niet het hele bedrijf wil rondleiden, dan zit zo'n kamer bijvoorbeeld dicht bij de deur en dan kun je alleen een functioneel gesprek voeren en weer afscheid nemen van elkaar. Nou, en andere ruimtes is weer mijn kamer, bijvoorbeeld waar we nu staan. Die heb ik ook bewust in aangrenzing op die centrale hal gedaan. Dat je altijd in contact bent met het bezoek en de klanten die binnenkomen. Maar ook collega's die 's morgens binnenkomen. Dan lopen ze altijd heel gemakkelijk toch even langs je en zeg je goedemorgen tegen elkaar. En je hebt hem heel bescheiden het Gijs kantoortje genoemd. Hè? Het is toch best wel een prachtig kantoor. Maar het heeft ook wel iets klassieks toch. Hè? Dat de directeur van het bureau heeft wel zijn eigen kantoor. Ja, maar dat heb niet vanuit hiërarchie is dat. Maar dat is meer dat ik zelf een kamer nodig heb. Waar ik me rustig in kan terugtrekken. Als ik me kan concentreren en wil concentreren. De deur staat wel letterlijk altijd open. Dus elke ruimte heeft glas. Dus je kan altijd naar binnen kijken. Dus ik vind het belangrijk dat de sfeer die er heerst. Dat een open sfeer is. En dat ervaar je ook als je hier rondloopt. En als jij nou een keer een dag er niet bent, hè, en ik ben een collega van je en ik wil even rustig zitten, mag ik hier dan ook even werken? Ja, absoluut. Ja? Ja, de deur is altijd open, die is nooit op slot. Als we kijken naar cultuur, wat een belangrijk aspect is, hè, in de hele, voor elk bedrijf denk ik vandaag de dag. Hoe zien we de cultuur van GTWO in de inrichting terug? De cultuur is open, plat en niet hiërarchisch. Dus dat zie je ook terug in de ruimtes. Alle ruimtes zijn letterlijk ook open. Geen één deur gaat hier ooit op slot, Dus iedereen kan ook overal in. En het is, je hebt overal zichtlijnen. Dus je bent ook snel in contact met elkaar. En doordat het allemaal gelijkvloers is, ervaar je ook dat die gelijkheid er ook echt is. Ja, dat was hier. Wat een prachtige plek, Gijs. Het is echt jouw geesteskindje ook, hè? Ja. Kijk, ik heb weinig hobby's. In die zin, de hobby's die ik heb, is een van echt interieurcreatie. Maar daar kun je niet heel veel toepassen, omdat het niet mijn dagelijkse werk is. Ja. Dus dat heb ik wel toe kunnen passen in ons eigen kantoor. En dan vind ik het superleuk om daarmee bezig te zijn. En ja, dan heb je geen enkele beperking. Het enige is je budget, wat beperkend is. En daar moet je het mee doen. Maar verder heb je alle vrijheden en kun je de dingen toepassen
passen zoals je het zelf graag zou zien. Hoe werkt zo'n creatief proces bij jou trouwens? Teken jij, schets jij, hoe werkt dat? Ik teken, ik visualiseer in mijn hoofd. Dat klinkt een beetje vaag, maar ja. De mensen die met me werken, die weten dat. We hadden een projectmanager die ons geholpen heeft met dit, met de realisatie. En hij zegt, ja, ik vind het ongelooflijk dat zonder enige tekening het wordt zoals het nu geworden is. En ik zoek alle materialen uit met stalen en monsters en ja. De juiste kleurcombinaties. Maar ik zie het plaatje hoe het gaat worden, dat heb ik al van tevoren in mijn hoofd. Maar je tekende dus niet, je maakt ook geen moodboards in de zin van dat je plaatjes uit magazines en zo dan bij elkaar plakt. Nee. Kleur. Nee, het zit nee. Al in je hoofd. Dat zit echt in mijn hoofd. Dus het is ook een hele gekke werkwijze eigenlijk. Want ja, voor een ander is het ook een lastig, want die hebt wel behoefte aan visualisatie. Een klant zal willen zien hoe het gaat worden. Maar ik voor mezelf heb dat niet nodig. En dan heb ik dat plaatje in mijn hoofd. En natuurlijk vraag ik wel staal op en kijk naar de juiste kleuren, materiaalcombinaties. Maar dat is een beetje een intuïtief proces. Nooit gedacht om daar je business van te maken? Ja, wel. Maar ja, je hebt ook een bepaald bedrijf, zeg maar, met een bepaald businessmodel. En je, ja, wat ik wel geleerd heb, is dat je moet focussen op de dingen waar je echt goed in bent. En dat is onze core business, is echt branding. Mm-hmm. Maar stel dat ik ooit nog iets anders ga doen en ik heb nog tijd verleven, dan zal ik iets met interieur gaan doen. Het is wel zo dat, even tot slot, het is natuurlijk wel lastig als je dan met klanten gaat werken en je visualiseert alleen maar in je hoofd. Ja. Dat wordt wel een dingetje. Ja. Ja, dan zal ik op dat vlak nog wat moeten professionaliseren. Ja, lijkt me goed. Hey Gijs, dankjewel. En nogmaals, fijn dat wij op bezoek mochten komen bij jou. En complimenten voor je prachtige kantoor. En als we nou iemand hebben gezien die waarbij het spreekwoord practice what you preach van toepassing is, dan is het bij Gijs Huisman van G2O. Dit was weer een video in de serie die ik met Gijs maak. Wil je er meer zien? Kijk vooral in de playlist op CVD-TV over naar de andere video's die ik met Gijs maakte. Voor nu, dankjewel voor het kijken en voor de laatste keer podcastluisteraar. Snel naar het YouTube-kanaal en kijken hoe prachtig kantoor Gijs heeft. Dankjewel. Hoi.